kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik mijn make-up stash opruimen en organiseren. Het is echt nodig, het is echt een bende. Dus heb je zin in deze opruimvideo? Blijf dan zeker even kijken. Want aan het einde van deze video ga ik ook nog een herfst make-up look maken. Dus ja, heb jij nog inspiratie nodig voor een leuke herfst make-up look? Blijf dan zeker even kijken. Ik geef ook nog wat leuke budget tips, want ik gebruik heel veel budgetproof producten. Die nu in de winkels ook liggen, dus... niet gesponsord, zelf besteld of gekocht. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Daar maak ik me echt heel erg blij mee. En dan gaan we beginnen met deze opruim/opmaak video. Oké, het wordt echt tijd om dit allemaal op te ruimen. Nou, als jullie me al langer volgen, weten jullie dus dat dit mijn make-up tafel is. Maar het wordt echt even tijd om het helemaal op te ruimen. Er staan namelijk allemaal dingen op wat er niet echt hoort. Mokken, dingen van gisteren, yoghurt. Dat is al helemaal niet de bedoeling. Het is ook vies, zit foundation op. Nou ja, en mijn laders. Dit was helemaal perfect georganiseerd. Is ook niet echt meer je van het. Dus we gaan het even helemaal uitzoeken. Helemaal zin in. Hier doe ik dus eigenlijk elke ochtend mijn make-up. En ik krijg hier echt altijd vragen over. Dus ik dacht, ik ga het gelijk even zeggen. Dit is de Alex-kast van de IKEA. Dit kastje is ook van de IKEA en dit is gewoon een bureaublad, ook van de IKEA. En dat heb ik er dan gewoon zo opgelegd. En dan de spiegel. Deze spiegel die komt ook gewoon van de IKEA, maar deze lampjes heb ik er zelf weer opgeplakt. En die komen van AliExpress. Dus dat heb ik eigenlijk een soort van zelf erop gemaakt. Dus ja, laten we snel beginnen met het opruimen, want dit kan echt niet. Ik ga eerst even alles hier van het blad afhalen wat er niet hoort. Zoals alle handen, de yoghurt en de mokken. Oké, zo hoort het blad een beetje te zijn. Deze drinkbeker heb ik eigenlijk altijd overal en nergens staan, want dat drink ik uit. Ja, ik heb hier een telefoonhouder. Die komt ook van AliExpress. Dat vind ik wel chill om hier gewoon lekker te laten staan. Want daarop kijk ik dan mijn filmpjes als ik me opmaak. Dan heb ik hier mijn micellair water, maar die is zoals je ziet bijna op. Dus die ben ik echt even aan het opmaken en dan kan deze weg. En het past dus niet echt meer in mijn laadjes hier. Dus daar moet ik even nog wat mee doen. Mijn nachtcreme... staat hier ook gewoon. Die moet ook gewoon in een laadje straks. En mijn Sky High van Maybelline mascara. Die is gewoon op. Dus deze kan weg. Laten we maar gewoon beginnen met het eerste laadje hier. Nou, ik heb hier mijn dagcreme van Olas. Die ik altijd gebruik. Jadenroller. Lipscrub. Die gebruik ik niet elke dag als skincare. Dus die kan wel bij de lipproducten straks. Nou, mijn zonnebrand voor mijn gezicht. Die hoef ik nu ook eventjes niet. En deze roze kwarts om je dagcreme mee in te masseren. Dat vind ik echt heel chill. Dan heb ik hier eigenlijk een backup dagcreme. Want deze is bijna op. Dus dan wil ik deze gaan gebruiken. Deze is echt mega chill van Diego Dalla Palma. Dus ja, ik heb hem al een keer getest. Maar dit is mijn backup. Dus ik moet nog even gaan nadenken waar ik mijn backup en zo allemaal wil. Nou, ik heb hier eigenlijk... gezichtsreinigingsdoekjes, dit gebruik ik eigenlijk nooit. Dus deze ga ik even naar mijn vriend meenemen nu. Watjes, maar die zijn bijna op. Nou, dan heb ik nog allemaal andere gezichtsproducten die ik ook gewoon heb gebruikt. Deze is bijna op ook. Dus dit wil ik eigenlijk allemaal even gauw opmaken. Een face wash van Origins. Nou, die heb ik echt al vet lang volgens mij nog nooit gebruikt. Dus ik denk dat ik deze weg ga doen. Is dit een reinigingscleansing mousse van Bioderma? Die heb ik ook nog nooit gebruikt. Dit zijn een beetje backup dingen wat ik dan nog wel een keer wil gaan gebruiken. Dit is mijn backup micellair water, want die van Garnier is bijna op. Nou, en dit is als ik echt zware oogmake-up op heb. Deze heel chill van Clinique. Ja, en dan heb ik deze. Dit is van Clinique ook zo'n soort gel met mijn naam erop. Voor je gezicht. Maar ja, ik weet niet. Ik gebruik dus eigenlijk ook niet echt. Ik heb een hele droge huid en ik heb geleerd dat als je dan gelproducten gebruikt, dat dat niet heel chill is voor je huid. Dus eigenlijk moet ik deze dan ook wegdoen, maar ja, ik vind dat best wel zonde. Ik weet het niet zo goed. Oké, wat is het plan van aanpak? Ik ga hier gewoon echt neerleggen wat ik op dit moment gebruik. En dan ga ik eens kijken wat over is, wat daarvan weg kan. Nou, wat ik echt gebruik zijn deze dingen. In combinatie met mijn ja, dagcreme dus, die bijna op is. Deze gebruik ik... elke dag mijn nachtcreme van L'Occitane. Echt prachtig mooie flacon. Kijk nou, super mooie nachtcreme. Dus die.
En ja, voor de rest is alles een beetje backup. Even kijken, dit gebruik ik, maar ik heb herbruikbare watjes. Dus die ga ik er even bij pakken. Dan wil ik deze eerst even opmaken en dan kan ik daarna over op deze van de Action. Oké, dan heb ik hier dus nog wel plek voor mijn backup. Dus dat ga ik ook even neerleggen. Dan denk ik dat ik helaas deze ga wegdoen omdat het gewoon niet heel fijn is voor mijn huid. Dat vind ik wel echt jammer, want ik heb echt nog maar... Ja, ik had er al één, die heb ik opgemaakt en deze had ik nieuw gekregen, maar ja, die heb ik dus niet meer gebruikt. En deze lipscrub, die gaat naar de lipproducten. Dat gaan we zo verder uitzoeken. Okay, dan door naar laadje 2, maar eigenlijk wil ik hiervan niks wegdoen omdat het, ja, maskers zijn en dat gebruik ik gewoon fijn. Maar ik weet dat deze, ja, die is van de Action en ik reageer er echt niet goed op, dus deze ga ik wegdoen. En deze ga ik ook wegdoen. Dit is ook een masker van de Action, maar die is echt niet meer goed. Kijk dan, gadverdamme. Dus die gaat ook weg. Ja, voor de rest zijn deze allemaal nog wel goed, want die heb ik gewoon nog nieuw. Dit is een backup van deze, dus deze is nog helemaal nieuw. Zo, best wel goed opgeruimd en leeg. Dus dat zijn de maskers. Daar ga ik er dus 2 van weggooien. Goed, dan het volgende laadje. En hier heb ik eigenlijk een beetje mijn overige dingetjes. Ik heb hier al mijn handcremes. Die wil ik sowieso houden, want ik hou van handcreme. Dus die van Rituals hou ik. Deze van de Body Shop, de Mango vers, vind ik heel fijn voor in de zomer. Dus die hou ik ook. Ik heb hier nog even Rituals, die hou ik. En dan heb ik hier weer wat Biodermal producten. Maar dit zijn ook een soort van backups. Als in, dit zijn allemaal dagcreme en nachtcreme. Dus die doe ik even naar boven. Dan gaan we door naar het leukste gedeelte en dat is make-up. Hier heb ik eigenlijk mijn alledaagse make-up dingen liggen. Dus ik ga gewoon alles één voor één ik ga alles eruit halen. Dat leg ik op mijn bureau hier neer en dan ga ik één voor één alles weer terugleggen. Oké, dit is van karton, dus dit kan ik helaas niet schoonmaken. Dus ja, er zitten wel wat vlekken in, maar dat kan ik gewoon niet schoonmaken. Maar ik ga gewoon indelen. Dit is mijn fixing spray, die van MAC. Die vind ik heel chill, dus die wil ik sowieso houden. Hetzelfde geldt voor mijn Nivea Aftershave als primer. Ik heb hier een e.l.f. bronzer contour, zoals je kan zien, echt heel erg geliefd. Ik ga met Black Friday allemaal dingen inslaan opnieuw. Want deze is gewoon eigenlijk zo goed als op. En deze is echt te donker voor mij. Dus met Black Friday ga ik weer wat inslaan. Dus die wil ik nog even helemaal opmaken. Deze van Douglas, het contouring palet, gebruikte ik deze om te afpoederen. En dit gebruik ik eigenlijk niet. Maar deze kan ik eventueel ook nog gebruiken om af te poederen. Dus die wil ik wel houden. Nou, mijn Estée Lauder Double Wear Foundation. Iedereen is hier echt helemaal gek op, maar ik vind het echt helemaal niks. Helaas. Hij is wel heel duur, dus ik wil hem nog wel even gebruiken. Maar ja, ik heb gewoon een hele droge huid en deze maakt me echt mijn huid heel droog. Dus ook met Black Friday ga ik mijn geliefde foundation van Kiko weer inslaan. Nou, dan heb ik hier een witte poeder. Deze is nieuw van Catrice. Had ik eigenlijk als backup gehaald voor deze. Ja, ik denk dat ik nu deze ga doen, want ik ben best wel wit. En deze is dan denk ik te bruin of te roze voor mij nu. Dus ik ga deze gebruiken en deze ga ik even tijdelijk wegleggen. Een mascara, die gebruik ik en heb ik nieuw. Dit is een oude mascara, die kan weg. Wimpervuller. Een vloeibare highlight van Kiko gebruik ik heel vaak onder mijn foundation. Echt heel mooi. Nou, mijn geliefde concealer van e.l.f. Echt, I love deze. Dit is echt de fijnste concealer van alles wat er bestaat. Epileer dingetje, pincet. Dus dat leg ik allemaal hierin. Even kijken, mijn Catrice wenkbrauw potlood. Ik heb hier een hele mooie blush van Sleek. Die vind ik ook fijn voor elke dag. Mijn spons. Deze ga ik wegdoen. De Beauty Blender. Hij is echt vies. En ik heb een nieuwe. En dan heb ik hier nog wat potloden. Even kijken. Ik heb hier een blauwe van Diego Dalla Palma.
Heel chill in gebruik, maar ik gebruik geen blauwe oogpotlood, dus die ga ik wegdoen. Ook één ding van Diego Della Palma, dit is om je wenkbrauwen nog mee scherper te maken, maar die ga ik hieronder doen, want die gebruik ik niet elke dag. En hier een eyeliner van, wat is het eigenlijk, Kiss? Geen idee, heb ik een keer gekregen, heel erg fijn. Nou, dan is dit eigenlijk mijn alledaagse stash. Het valt echt wel heel erg mee. Dan de la hieronder. Ja, hieronder zitten echt heel veel dingen. Hier heb ik eigenlijk echt al mijn overige make-up. Dus daar wil ik even streng doorheen gaan. Ik heb hier een nieuwe beauty blender die ik bij de DM heb gehaald. Dus die ga ik hier bovenin leggen. Een primer. Deze maakt mijn gezicht heel mat. Dus die vind ik niet fijn. Die ga ik wegdoen. Ik heb hier nog drie. Backup concealer, dat vind ik wel chill, dus dat wil ik wel houden. Puntenslijper kan ik wel houden, deze ga ik wegdoen. Dan heb ik hier eigenlijk in dit vakje al mijn highlighters, dus daar wil ik ook even naar kijken. Ik heb hier deze, ik vind het allemaal echt prachtig, maar ik gebruik deze niet, dus deze ga ik wegdoen. Ja, en deze blijf ik echt geweldig mooi vinden, dus die wil ik eigenlijk allemaal wel houden van Sleek. Het is echt te mooi. Die wil ik wel houden. Ik leg dat even hierboven. Dan heb ik deze nog van de Ethos. Eigenlijk gebruik ik dit ook niet echt, maar ik wil hem wel houden, want ik vind hem gewoon te mooi. En ik heb hier een nieuwe van Pupa. Echt prachtig. Kijk nou, ook nog helemaal nieuw dus. Super mooi palet. Deze wil ik wel echt houden. Ik vind hem heel mooi. Dan heb ik mijn Momo highlighter. Prachtig mooie highlighter. Die wil ik houden. Ik heb hier nog een van Momo, maar die is helaas te donker voor mij. Dit lijkt meer een blush met heel veel glitter. Kijk. Dus deze ga ik wegdoen. Mijn MAC Soft & Gentle wil ik houden. Ik heb hier ook een blush van Elf. Echt heel erg mooi vind ik deze. Die wil ik houden. Een highlight van Elf wil ik houden. En deze blush van Clinique. Ja, die gebruik ik eigenlijk niet. Het is ook heel roze, dus deze ga ik wegdoen. En mijn highlighter van Dior wil ik absoluut houden. Oké, dan heb ik nog deze highlighter van Revolution. Die is heel mooi in de zomer. Dus die wil ik ook wel houden. Kan het dicht? Nee. Nou, dan heb ik hier nog een nieuwe highlighting palet van Essence. Echt zo mooi. Die gebruik ik ook heel erg vaak. Dus die wil ik hierbij doen. Oké, dan komen we hier. Dan heb ik hier echt een mega mascara van Diego Della Palma als backup. Die wil ik houden. Ik heb hier van Momo een soort glow onder je foundation. Dat vind ik ook heel chill. Ik heb hier nog van Diego Della Palma een oogpotlood. Dat is op zich ook wel gewoon chill om te houden. Maar ik gebruik geen oogpotlood eigenlijk, dus die ga ik gewoon wegdoen. Ik heb hier een wenkbrauwpotlood, die ga ik wegdoen, want dat gebruik ik niet. En hier heb ik nog één zwart oogpotloodje. Die wil ik wel houden voor Halloween. Dat is altijd nog wel handig. En ik heb hier een blauwe eyeliner. Echt prachtig van Kiko. Heel erg mooi in een gouden verpakking. Maar deze ga ik wegdoen. Ik gebruik geen blauwe eyeliner. En dan heb ik hier nog zo'n glitter poeder. Maar die gebruik ik heel vaak met festivals. Dus dat wil ik wel houden. Dat vind ik gewoon heel erg mooi. Nou, dan heb ik hier een witte haarspray voor Halloween. Dus dat moet ik even houden. Ik heb hier een mega bronzing palet van Pupa, maar die is eigenlijk heel erg donker wel. Dus ik denk dat ik deze weg ga geven. Hij is wel echt mega mooi. Hij is ook nog nieuw, dus ja, ik ga hem weggeven. Ik heb hier een foundation, maar volgens mij vond ik deze niet heel chill, van Douglas. Nee, deze is echt heel erg roze voor mij ook. Ik weet niet of dat overkomt hoor, maar... ja, niet heel chill. Ik wil gewoon mijn oude geliefde foundation terug. Dus deze ga ik wegdoen. En hetzelfde geldt voor deze tanning drops. Of eigenlijk liquid drops wat je door je foundation heen doet. Maar dat vind ik ook niet fijn. Dus die ga ik ook wegdoen. Deze is echt oud en op. Die ga ik wegdoen. Zo, en dan is dit het laadje geworden. Daar ben ik echt heel blij mee. Mooi wat weggegaan. En dan nu naar het ergste laadje misschien wel. De lipproducten.
nepwimpers en de oogschaduwpaletjes. Nou, lipproducten dat gebruik ik dus niet heel vaak, maar ik vind het wel heel mooi. Dus eigenlijk kan ik bij wijze van spreken alles pakken en wegdoen, omdat ik het nooit gebruik. Behalve deze. Deze gebruik ik heel vaak, elke dag. Hetzelfde geldt voor lipstift. Deze vind ik wel heel mooi. Dus eigenlijk kan ik het allemaal wegdoen, maar dat wil ik niet. Want af en toe, echt eens in de zoveel tijd, doe ik vast wel eens lipstift op. Dus ik ga er even doorheen om te kijken wat ik echt wegdoe of wat oud is. En de rest laat ik liggen. Zo, dit heb ik uitgezocht. Nou is het tijd voor de make-up paletjes. Dit is wat ik tot nu toe nog wegdoe. Best wel veel. En dit is wat ik ook nog wegdoe van lipstift. Wat ik gewoon niet gebruik. Van Etos Essence. Deze is van Sleek, maar echt heel rood. En deze. Maar deze vind ik wel weer chill om te gebruiken voor Halloween make-up. Dus dat leg ik hier zo achter neer. En dit gaat er dus weg. Nou is het tijd voor de make-up paletjes. Dat vind ik heel moeilijk om... Of oogschaduwpaletjes. Dat vind ik echt heel moeilijk om weg te doen. Dus ja, daar ga ik even doorheen. Want het liefst heb ik het dus zo allemaal staan. En dat wil ik wel dat dat past. Dus laten we beginnen. Oké, ik heb als allereerste hier een palet van de Action. Die is zo ontzettend mooi. Ik heb hem ook al heel veel gebruikt. Dat zie je niet, maar echt heel mooi. Die wil ik sowieso houden. Dus ik leg even hierboven neer. Dan mijn Tartelette in Bloom palet. Echt prachtig mooi. Super duur, maar heel mooi. Die heb ik mezelf vorig jaar gegeven voor kerst. Dus die wil ik zeker houden. Een nieuw Essence palet. Die wil ik ook houden. Dan heb ik hier een paletje van Diego Dalla Palma. Die vind ik ook wel heel cute. Maar ik moet natuurlijk nog wel keus maken. Dus deze wordt twijfel. Omdat ik daar heel veel kleurtjes al van heb. Nou, dit is echt de perfecte basic palette. Die hou ik. Dan heb ik hier een mini van Kiko. En daarin zitten deze kleurtjes ook heel mooi. Maar wel basic die ik in andere paletjes ook heb. Dus die ga ik denk ik wegdoen. Ik heb hier een rode. Dus die wil ik behouden. Dat vind ik ook heel chill altijd te gebruiken voor kerst of voor Halloween. Dit palet heb ik echt al heel erg lang. Ja, deze ga ik wegdoen. Deze van Elf houden. Ik heb hier een van Pupa. Echt hele mooie basics. Allemaal mat, maar die ga ik wegdoen, want ja, dat heb ik al in andere paletjes. Ik heb hier een van Sleek. En deze vind ik heel chill voor zwarte make-up voor Halloween. Dus ook deze gaat naar de Halloween make-up. Dan heb ik hier een nieuwe chocolate bar. Die vind ik echt werkelijk prachtig. Dus deze wil ik houden. Deze is van Pupa. Ik heb hier een Douglas mini paletje. Dit vind ik heel chill onderweg of ergens heen. Dus die wil ik houden. Ik heb hier een W7 palet. Allemaal mat bruine kleuren, maar die ga ik wegdoen. Hier een palet van Issy Paris. Echt heel erg mooi. Vooral deze kleurtjes hier. Dus die wil ik houden. Hier van Etos. Ja, deze heb ik nu al een tijdje hier liggen. En elke keer pak ik hem niet. Dus die ga ik wegdoen. Deze blijft mooi van Revolution. Dus die wil ik houden. Deze vind ik ook heel erg mooi. Een nude palet. Die wil ik houden. Ik heb hier nog een chocolate bar. Die vind ik ook heel mooi. Die wil ik houden. Dan heb ik hier nog een heel schattig paletje van Essence. Die wil ik ook houden. Die vind ik heel mooi. En dan heb ik hier nog een van Makeup Academy. Maar deze ga ik denk ik wegdoen. Oké, ik heb best veel weggedaan. Ik ga nu alles indelen. Zo, het past echt perfect. Ik heb super veel ruimte over. Deze heb ik even zo neergelegd, zodat dit blijft staan. Maar bij nader inzien ga ik deze ook wegdoen. Want ik vind hem dan net iets te saai. Dus deze ga ik geven aan iemand anders. Nou, alles wat weggegooid kan worden... Oh, dat is deze. Die... Zo, dat ga ik dan ook echt weggooien. Maar dit is voor de rest alles wat ik weg ga geven. En dat ga ik echt weggeven aan vriendinnen, mijn zus, mijn moeder. Eigenlijk aan iedereen die het maar wil. Dus dat komt wel op een goed plekje. Nou, mijn make-up sessie is lekker opgeruimd en helemaal organized. Ik heb mijn vriendinnen al geëffen van, nou, wie wil? Daar ben ik er mooi van af. Ik heb me dus net gedoucht. Dus mijn haar is een soort van nat, half droog gefeund. Dus dat ga ik straks allemaal nog doen. Maar het wordt tijd om mijn make-up te doen. Want zoals je kan zien heb ik geen make-up op. Ik ben aardig bleek. Maar dat ben ik over het algemeen wel in de winter. En ja, het kan wel een leuk herfstmake-up hoekje gebruiken. Nou, ik zit dus gewoon bij mijn make-up tafel. Dus dat is wel heel fijn. Jullie staan voor me. Achter jullie staat een grote spiegel. Dus ondertussen kan ik daar naar kijken. Ik heb hier mijn andere spiegel. En daar kijk ik ook naar wat dichterbij. Ik heb gisteren dus
heel veel glitters om mijn ogen gehad. En ik zit nog helemaal onder. Terwijl ik echt heel erg vaak mijn gezicht heb gewassen. Maar goed, we gaan gewoon lekker beginnen. Ik begin met een dagcreme, want die heb ik nog niet eens opgehad. Best wel slecht. Dat is dus deze van Olay. Eigenlijk alles wat ik nu laat zien, dat gebruik ik dus elke dag. En ook qua make-up. Maar niet de hoeveelheid. Dus de ene keer gebruik ik wel foundation en de andere keer niet. Eigenlijk als ik naar school ga, doe ik alleen concealer op. En ook niet echt oogschaduw. Maar het verschilt net of ik tijd heb of niet. Maar goed, zoals ik al zei, het is al bijna Black Friday. Nou ja, bijna eind november. Volgens mij 20 of 22 november. Ik weet het even niet meer in mijn hoofd. Maar het staat wel in mijn agenda. Is Black Friday. En dan heb je dus heel vaak heel veel korting. Dus ja, ik ga dat mooi in de gaten houden. Ik hoop dat dan bijvoorbeeld de Douglas of Kiko zelf ook meedoet aan de korting. Zodat ik mijn geliefde Kiko foundation kan inslaan. Want ja, ik heb nu echt van alles geprobeerd en niks tipt aan die van de Kiko die ik fijn vind. Oké, ik ga even mijn nieuwe beauty blender van de DM schoonmaken. Even nat maken en dan kan ik die gebruiken. Oké, ik ben terug en hij is echt mega groot geworden. En hij voelt ook heel erg zacht aan. Ik doe trouwens dus nu de highlighter van Kiko een klein beetje over mijn gezicht verspreiden. Want ik heb dus best wel een droge huid. Dus dan ziet het er heel snel heel dof uit. En dan vind ik het wel mooi als ik een kleine highlighter als basis een beetje doe. Dat als je daarna je make-up verder doet, dan ziet het er niet zo dof uit. En dan heb je gewoon een kleine glow. En dat ziet er toch al wat levendiger uit. Kijk, ik weet niet of dat te zien is, want ik heb niet heel goed licht hier helaas. Het is ook heel grauw buiten. Maar je hebt dan echt een goede glow. Dus als je voor geen make-up gaat op een dag, doe dan alleen een beetje highlighter, vloeibare highlighter op je gezicht. Dan zie je er toch wat levendiger uit. Ja, voor ik mijn foundation ga aanbrengen met deze heerlijke spons. Ik ben echt zo benieuwd of deze fijn is. En als dat zo is, zeg maar als die fijn is, dan moet ik gewoon echt vaker naar een DM om deze in te slaan. Want hij voelt echt lekker. En hij is goedkoper dan die van de Real Techniques. Maar ik ga beginnen met even denken mijn ogen. Dat doe ik heel erg vaak. Dus welke oogschaduw ga ik gebruiken? Ik denk dat ik voor deze ga. De Chocolate Bar. Dit zijn wel echt herfstige kleurtjes. Dit is de benaming. Het Zero Calorie Chocolate Bar. En ik begin gewoon een beetje in mijn arcadeboog met, ik denk, deze kleur. En dan ga ik met deze kleurtjes hier een beetje spelen. Dat vind ik wel leuk. Nou, het is nu op dit moment, nu ik dit film, 20 oktober. En ja, de herfst gaat natuurlijk alweer echt vet snel voorbij. Tenminste, het is nog niet voorbij. Maar ja, ik geniet er echt van. Ik heb ook echt zin in Halloween. Ik vier dit jaar Halloween wel, maar dan alleen. Of niet alleen, maar met gewoon mijn vriend, zeg maar. Want ja, ik wil denk ik volgend jaar wil ik gewoon een feest geven. Dat ik gewoon Halloween met vriendinnen ga vieren. En dat we allemaal een kostuum of iets aan moeten. Helemaal make-up. Want zoals jullie weten hou ik van Halloween make-up. Ik vind make-up ook echt ontspannend werken. Dus in de ochtend vind ik het echt heel chill om dit lekker te doen. Om rustig je dag te beginnen. Maar ik vind Halloween make-up echt vet. Ik heb het vorig jaar voor het eerst gedaan. Ik zal die video hierboven wel even linken. En dat was überhaupt zeg maar de eerste keer dat ik dat ook ging proberen. Die hele look. Je zou zeggen misschien ga je dat van tevoren eerst uittesten en uitproberen. Zodat je weet wat je doet tijdens het filmen. Maar dat uitproberen en uittesten deed ik al tijdens de video zeg maar. Dus het was echt de allereerste keer dat ik überhaupt die hele look ging maken. Maar ik vond hem nog best wel goed gelukt. Als ik er nu naar terugkijk denk ik, oh dit en dit had echt heel anders en beter gekund. Maar wel leuk voor de eerste keer. Goede poging. Dus ja, ik ben helemaal into de Halloween make-up. Ik vind het echt fantastisch. Ik ga nu even deze kleur, een beetje rood-bruine kleur in mijn, ja, hoe zeg je dat, hier zo aanbrengen. Maar in ieder geval, dit jaar ga ik dus weer een Halloween make-up look doen. En echt heel wat anders dan vorig jaar. En ik heb ook echt dingen daarvoor besteld van dure, ja, dure producten zeg maar. Vorig jaar heb ik het een beetje gedaan met wat ik had. En nu heb ik er echt dingen voor besteld. Als in van dat latex lijm wat make-up artists gebruiken en zo. Dat heb ik allemaal besteld. En ik heb er zoveel zin in. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie denken wat ik dit jaar ga doen. Qua Halloween make-up look. Want die ga ik uiteraard dus filmen. En dat ga ik dan online zetten.
op 31 oktober, zondag. Dus dat is dan een extra video. Dus ja, let me know in de comments wat jullie denken. Wat mijn make-up look van dit jaar wordt met Halloween. En mijn zus die viert dan dit jaar wel Halloween met vriendinnen. Die heeft echt een Halloween feestje. Nou, ik was al helemaal jaloers. Maar ze vroeg dus of ik haar make-up wilde doen. En dat vind ik echt geweldig. Dus ja, zij wil een beetje een... ik kan het niet zo heel goed uitleggen. Een soort kostuum gaat ze maken van verband. Echt heel vet. Met allemaal bloed erop. En dan wil ze echt van die vette ogen. Ik wil er niet te veel nog verklappen. Want ik weet niet of zij dat al wil vertellen aan iedereen wat ze gaat doen. Maar daarvoor mag ik haar wonden en haar hele gezicht make-up en zo doen. Dus echt mega veel zin in. Altijd als je nog geen basis qua make-up op hebt en je doet alleen je ogen, dan lijk je echt ziek. Dan denk je echt, oeh. Maar als je dan straks je make-up op doet, dan wordt het helemaal flawless. Ik ga nu deze aanbrengen. Oh nee, deze grapje. Die met de glitter. En die doe ik hier zo aan de buitenkant van mijn oog. En dan pak ik een plat kwastje en ga ik door die glitter heen. En die doe ik aan de binnenkant. Tijd voor de foundation. Ik gebruik dus op dit moment de Double Wear Foundation van Estée Lauder. Maar zoals ik al zei, gebruik ik maar een klein beetje. Omdat ik hem heel droog vind. En niet fijn is voor de droge huid. Dat is mijn mening. Dus ja, ik gebruik hem echt puur omdat ik even wacht tot ik mijn nieuwe foundation ga bestellen. En dat blend ik uit met de spons. Ik ben heel benieuwd hoe die werkt. Ik mag wel iets meer foundation op. Zo, mijn foundation zit erop. Ik zie er nu echt heel bleek uit. Ik denk dat je ook denkt, meid, wat zie je eruit als een spook. Ik ga het zo nog lekker opbronzen. Oh, ik lijk echt een spookje zo. Maar goed, ik vind de spons prima werken. Dan ga ik verder met de e.l.f. concealer, waar ik echt bij zweer. Best concealer ooit. Ik vind deze zo fijn. En die breng ik lekker aan onder mijn ogen. En op wat onzuiverheden. Concealer zit erop. Tijd voor het afpoederen. En daar gebruik ik deze Real Techniek kwast voor. Die is echt heel chill. En dan stippel ik het eigenlijk aan onder mijn ogen. Want als ik ga vegen, dan veeg ik het eigenlijk allemaal uit. En dan krijg je echt van die lelijke vegen. En dan pak ik een grote poederkwast en ga ik er gewoon nog eventjes groot overheen. Grof overheen. Door naar contour. En daar gebruik ik deze van e.l.f. voor. En zoals ik al zei, gebruik ik deze maar... Hij is eigenlijk een soort van op. Ik moet even een nieuwe bestellen. Maar echt een heel fijn contourpaletje. Ik vond vooral die eerste twee kleurtjes echt super. En daarmee contour ik eigenlijk. Oh, en daar gebruik ik deze kwast voor van de Kruidvat. Die is echt heel chill. Een beetje schuin afgesneden. Perfect voor contour. En als je me nog niet kent. Ik hou van contour. Ook gewoon omdat ik... het dan een beetje kleur allemaal wil geven. En ik vind het gewoon mooi. Dus ik gebruik altijd heel veel contour. Zo, iets meer kleur op het gezicht. Dit blend ik nog even een beetje uit met die grote poederkwast. En dan ga ik door naar de blush. En daarvoor gebruik ik vandaag deze Berry Mary van e.l.f. Echt een hele mooie blush. En die heeft eigenlijk niet echt een shimmer. Dat vind ik zelf wel heel mooi. Daar heb ik de Real Techniek kwast voor en dan... stippel ik het eigenlijk ook weer aan zo op mijn gezicht. Tijd voor de highlighter. En vandaag ga ik voor deze van Essence. Dit is echt een budget item. Eigenlijk zijn bijna alle items die ik gebruik budget. En dit is dus een nieuw highlighting palet. Zo mooi. Wat ik dus eigenlijk doe. In plaats van dat ik er eentje kies, doe ik gewoon dit. Doe allemaal en dan breng ik hem aan met mijn wire kwastje. Heel erg mooi. Zo. Highlighter zit er ook weer op. En dan is het tijd voor de fixing spray. En daar gebruik ik deze voor van MAC. Ik vind die van Glam & Glow ook heel fijn. Maar die is op. Deze moet je echt heel ver weg houden. Anders dan gaat het gewoon helemaal druipen en lekken. Nou, dit laat ik even een beetje opdrogen. Dan is het tijd voor de wenkbrauwen. En daar gebruik ik deze van Catrice voor. Ja, het welbekende wenkbrauwkitje. Zoals je kan zien is die echt... eigenlijk op. Ik moet een nieuwe halen. Dit is de donkere kleur. Die is helemaal eruit gegaan. En die gebruikte ik vroeger altijd. Maar ik gebruik nu denk ik al een jaar de lichte kleur. En ik heb mijn wenkbrauwen toen gepowderbrowed. Dat is denk ik nu alweer... hoe lang geleden? Een jaar? Ja, een jaar.
jaar geleden, september toen. En ja, ik ben er nog steeds heel blij mee. Misschien denk je, huh, maar je hebt helemaal niet veel wenkbrauwen. Maar je moet me eens zonder zien. Nu is het zeg maar gewoon een soort perfecte basis. Die ik perfect kan inkleuren eigenlijk met een poeder. En toen ik mijn wenkbrauwen nog niet gepowderbrowed had, had ik letterlijk geen wenkbrauw. Dus ja, dat zag er niet uit. Dus ik ben echt super blij hiermee. Dus ja, wat ik doe eigenlijk niet heel bijzonder. Ik zet gewoon lijntjes. Een soort streep trek ik onder de onderkant van de hele wenkbrauw. Dan doe ik hetzelfde aan de bovenkant en dan kleur ik hem in. Eigenlijk is het net een kleurplaat. De basis staat al en nu is het een kwestie van inkleuren. Zo, de wenkbrauwen die zitten erop. En dan ga ik het even goed doorkammen, zodat die harde lijnen een beetje vervagen. Ik ga nu mijn wimpers krullen en dan ga ik een eyeliner aanbrengen. Gewoon met een kleine wing. En dan mijn mascara aanbrengen van Maybelline The Sky High. En dan ben ik zo bij jullie terug, want dit is echt een kwestie van gewoon aanbrengen. Nou, eigenlijk is mijn make-up klaar. Ik heb mijn haar ook gelijk even gefeund net. En nu is het alleen nog tijd voor mijn lippen. Oeh, dit is Mocha van MAC. Dit is Whirl van MAC. Ik denk dat ik een beetje Whirl op ga doen. Whirl. Niet te veel. Ja, dit vind ik denk ik wel mooi. En dat zijn de lippen. En dan is dit eigenlijk de herfst make-up look. Een beetje de make-up look die ik de laatste tijd elke dag draag. En dan afwisselen met de oogschaduw en de lippen. Dus ja, ik ben er ontzettend blij mee. Ik ga nu een volgende video filmen. Dus de basis zit er, of de basis, de hele make-up look zit er al op. Dus dat is natuurlijk fijn. Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Laat zeker dus weten of jij dit jaar Halloween gaat vieren. En welk make-up lookje jij denkt dat ik dit jaar voor Halloween ga maken. Let me know in de comments. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En een like, een duimpje omhoog te geven. En wil ik jullie bedanken. Doei doei!